Sometimes when the sun sets I feel alone, sometimes I feel at home. This time tonight I need someone, and it's not sand in my hair, it's the thoughts running through my head. All those things you never said. Hoi, het is vandaag donderdag en ik heb vandaag een event in Rotterdam, dus daar ga ik straks naartoe. Het is wel een stukje rijden vanuit Lelystad, maar goed, dat heb ik er wel voor over. En ja, verder dan hoop ik dat ik niet in de spits terugkom, want het event begint om 2 uur. En dan krijg ik als het goed is ook een beetje een fotocursus en ja, allemaal healthy dingen hebben ze daar. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ja, ik ga proberen om jullie vandaag dus mee te nemen. En verder, ja, Ila die is bij het kinderdagverblijf, dus die gaan we dan later even ophalen. En ja, verder zien we het wel. Ila die is trouwens helemaal gek op Nemo, dus we hadden deze laatst voor hem gekocht. Hij vindt het helemaal geweldig. Hij wil nu de hele dag drinken. Dus mocht je kind niet veel willen drinken, geef hem dan zo'n beker. Want dan zie je zeg maar hier alles er doorheen gaan. Al het drinken, dat is wel geinig. Deze is trouwens van de Xenos. Ik ben klaar om te gaan en Maarten die gaat gezellig met me mee. Omdat het toch best wel ver rijden is, dan kunnen we er eigenlijk een beetje een dagje van maken. Dat we dan lekker in Rotterdam zijn. Als het in ieder geval niet tot laat duurt, want dan kunnen we nog voor de spits naar huis. Ja, ik zal nog even laten zien wat ik aan heb. Ik heb mijn trui aan van Misguided. Die met die, hoe heet dat nou, choker nek. Sjaal is van Bershka. Deze jas is van de Zara, van de oude collectie. Broek is van de H&M en mijn schoenen zijn van Etiquette. Het is super koud buiten, maar het is wel dat het vanochtend nog kouder was. En dan gaan we door naar Rotterdam. Wij zijn aangekomen in Rotterdam en we moeten nu even op zoek naar de locatie, want hier, ik ben hier wel geweest, maar nog nooit bij die, hoe heet het nou, timmerhuis of zo? Oh, nee, die moeten we. Oh my god, kijk deze locatie gewoon. We zitten nu echt op de 10e verdieping of zo. Het is zo, die penthouse is ook echt heel mooi. Allemaal andere influencers hier. Heel leuk. Met foodfotografie is het eigenlijk zo dat klaarmaken, bam, fotograferen. Want etenzakken komen heel erg snel in, gelijk op het moment dat je gepresenteerd krijgt en een foto maakt.
Wij staan weer in de lift en we gaan nu door naar mijn vader en dan gaan we naar huis. Wij zitten weer in de auto. We gaan nu eerst even Eli ophalen. We zijn een beetje in de spits terechtgekomen, maar gelukkig hebben we niet heel lang stil hoeven staan. Dus ja, het begint al bij wat donker te worden ook. Ik had gelukkig al gekookt gisteren. Ik heb Babi nog thuis. Dus dat gaan we dan straks lekker eten. Nou, wij zijn inmiddels weer thuis. Ik ga nu even lekker eten maken. Of tenminste, het is al gekookt, maar even opscheppen voor Eli. En voor ons allemaal, want volgens mij heeft Maarten ook wel honger. En dan kunnen we lekker gaan eten. Waar ben je? Wat ben je aan het doen? Ga je zelf je schoenen uitdoen? Hm? Deze mag je wel. Mag ik die doen? Oh, die ga je zelf doen, hè? Je zit bijna in de split. Lukt dat? Is deze? Ah, het zit niet goed. Zit het niet goed? Wij zijn alweer klaar met eten. En Ila die eet nog even lekker zijn vla. Dus vind je altijd lekker, hè? Mm-hmm. We hebben altijd deze, die dubbel vla met vanille en aardbei. We hebben trouwens een goodie bag meegekregen. Hier zitten heel veel dingen in. Ik ga het straks wel even laten zien, want ik zie dat er heel veel in zit. Ik heb het even uitgestald hier allemaal wat we bij het Growe event hebben gehad. En Ila die heeft de fles al ontdekt. Dit is zo'n waterfles. Nee. Is wel gaaf. Deze kan je nee, zo afhalen. Nee, wil je die hebben? Huh? Die hebben papa en mama gekregen. Er zit nog niet in. Oh, er zit een papiertje in. En verder hebben we, even kijken hoeveel zijn het er. 4 van deze glazen gekregen. Echt heel gaaf. Daar ben ik ook heel blij mee. En hier kan je allemaal lekkere cocktails, watercocktails van maken. Dus ja. Dit spreekt voor zich. Een lekkere ananas, munt. En wat dit is, weet ik zo 1, 2, 3 niet. Maar volgens mij is dit ook om daarin te doen. Of, en anders is het een plant. Maar dat ga ik straks even kijken. En dit is volgens mij zo'n granaatappel. En verder hier nog zo'n receptenboekje met allemaal van die waterrecepten. Dus wat je er allemaal doorheen kan doen om het een smaakje te geven. Nou, hier dan toevallig die ananas. Dus dat is ook wel handig. Wij zitten nog even lekker op de bank. En ik ben op mijn telefoon die serie aan het kijken. Frequent, of Frequent, hoe je het ook zegt. Die, ik weet niet, volgens mij heb ik die in mijn vorige vlog laten zien. Maar in ieder geval, Ila die wilde per se op tv net Nemo kijken. Maar hij is nu net in slaap gevallen. Dus maar ik kijk het gewoon hier op verder. En dan gaan we straks lekker slapen. Dus ja, tot de volgende video weer. Doei doei!